jullie oma, jouw oma, die heeft wel een beertje. Maar die oma daarvan, die zal geen beertje gehad hebben. Want de beertjes zijn pas gekomen in het begin van 1900 en... We staan momenteel in het Zeilbach Museum. We hebben een activiteit van Grabbelpad in samenwerking met het museum. En ja, het eerste was een bezoek aan het Poppenmuseum. Het programma zelf is eigenlijk door de mensen van het museum samengesteld. Ik denk dat zij gewoon de kinderen worden laten kennismaken met de verschillende musea. En dit is daar toch wel een belangrijk stuk van. Zelfs gaan we beenbewerking doen in het andere museum. Well, it's been a long time, long time. We zijn botten en horens aan het bewerken en dat is een workshop hier. Een beetje ter ere van meneer Geuns, die hier van die prachtige mooie dingen bovenin het museum heeft neergezet. En dan gaan we met de kinderen proberen, of laten zien eigenlijk, hoe knap dat is. Want nou, het is best moeilijk om van een bot iets leuks te maken. Het museum wou tijdens de vakantie een aantal toffe activiteiten doen voor kinderen. En omdat wij als jeugddienst redelijk wat kinderen bereiken, dachten zij aan een samenwerking. En vandaar dat wij vandaag met Grabbelpas een bezoek brengen. Ze vinden het wel raar ook. Is dat waar? Een beetje. Het is een beetje spannend. Het is raar spul. En als je heel hard werkt, dan gaat het stinken. Maar het is wel interessant. Zeg ik het zo goed? Oké, ja, dat dacht ik wel. Ja.